is geen ongeluksgetal. 13 is geen. Dit gaat helemaal goed komen. Oké, okay, komt ie. Een soort van recensie. Ja hoor, de Sebastiaan is er weer met een soort van recensie, de podcast. Nou, mijn naam is dus de Sebastiaan. Want er is maar één Sebastiaan en dat ben ik. Nou, dat weet je ondertussen wel, maar ik blijf het gewoon zeggen. Totdat zeg maar iedereen weet dat er maar één Sebastiaan is. En dat ik dus dat ik dat dus... Oké, rustig aan. Dat ik dat dus ben. Dus zeg tegen iedereen, ook als hij Sebastiaan heet, van nee, jij bent niet Sebastiaan. Want er is maar één Sebastiaan. Oh nee, er is maar één de Sebastiaan. Dus die... Oh. Ik ontdek dus gewoon nu een heel, een beetje niet zo iets leuks. Want blijkbaar zijn er dus wel meer Sebastianen. Maar als je dus de Sebastiaan tegenkomt en dat ben ik niet, dan is dat raar, dan moet je dat zeggen. Want er is maar één de Sebastiaan en dat ben ik. Zo. Aflevering 13, je hoort het al. Ik ben een beetje zenuwachtig. Want 13 is nou niet echt bepaald... een geluksgetal, tenminste dat zeggen de mensen. Ik heb daar een ander idee bij, want eigenlijk gebeurt er nooit wat als er iets met 13 is. En de langst bewaarde stoomtrein van Nederland, dus de oudste stoomtrein van Nederland, die heeft ook nummer 13. Dus dat is helemaal niet... Nummer 8, die is ontploft, weet je wel. Nummer 13, die bestaat gewoon nog... dus ja, misschien is 8 wel eigenlijk een onschuldig... Zo... Een ongeluksgetal. Nou, weet je dat ook weer? Leuk treinen, weet je. Maar goed. Waar gaan we het deze aflevering over hebben? Dat is een super relevant iets. Want Reisbureau Wereldvreemd, die heeft al een deel 1. En nu komt deel 2 dus uit, volgende week dinsdag, de 31ste augustus. En die heet Op de Rand van de Wereld. Nou, die heb ik dus al gelezen. Dus dit is... allemaal super urgent en super relevante podcast. Als je ook in die serie zit of je wil aan een nieuwe serie beginnen die helemaal te gek is. Want dat is die namelijk. Dat kan ik jou vast vertellen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan. Waarom dit boek? Eigenlijk heb ik dat al gezegd. Ja. Ik heb een reactie gekregen van Kelly. Vorige week was ik het helemaal vergeten te laten horen. Kelly van Kempen van de Sterrensteen. Die vroeg ik, wil je... Heel subtiel vroeg ik dat natuurlijk. Wil je langskomen bij een soort van recente podcast? Nou, dan hoor je wat zij daarvan vindt. Ik heb een leuke shout-out. Natuurlijk, een soort van recensie. En dan even nog wat dingen. Dan ga ik nog wat een stukje voorlezen uit deel 2. Vooral spoilervrij. Dat is belangrijk. En ik eindig met een kleine stappenplan. Maar een kleine stappenplan, een klein stappenplan, dat is het. Ik eindig met een klein stappenplan, zodat je helemaal voorbereid bent, al dat soort dingen meer op, dat komt goed. Ja, waarom dit boek, Reisbureau Wereldvreemd, deel 2, Op de Rand van de Wereld? Ik heb het al gezegd, maar ik kan het gewoon nog een keer zeggen. Volgende week dinsdag komt deel 2 uit, de Nederlandse vertaling. Dinsdag 31 augustus bij uitgeverij De Fontijn. Dus als je zoiets hebt van, na deze podcast, dan moet je even blijven hangen. Want, dan hoef je niet blijven hangen, want dan heb je het dan al gehoord. Dat stappenplan, ik ga helemaal, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Wat ik wel ga doen, is het volgende. Ik zet muziekje uit. Ik had Kelly gevraagd, Kelly van Kempen. Ik had Kelly gevraagd, kom je bij me praten? Ik wil je uitnodigen voor een soort van gesprekje. En dan gaan we het hebben over haar nieuw boek en dat soort dingen meer. En het leuke is, ik kreeg van haar gewoon een... ik ben zo snel afgeleid. ik kreeg dus van haar een voice memo. En dat vind ik altijd hartstikke leuk, want dan kan ik dat laten horen. En dan horen jullie dat ik niet aan het liegen ben. Want nu ga je dus Kelly van Kempen horen. Die wel of niet ingaat op mijn uitnodiging. Nou, daar komt ie. Kelly. Hey Sebastiaan. Hallo. Ik heb net je podcast geluisterd. Yes. En wauw, wat een geweldige soort van recensie. Ik zat er helemaal in toen je aan het voorlezen was. Mm-hmm. Petronella's stem was echt de spijker op zijn kop.
Maar goed, ik moest wel heel erg goed luisteren. Een beetje tussen de regels door. En toen dacht ik, volgens mij nodigt Sebastiaan me uit om langs te komen in zijn podcast. Maar ik vond het een beetje onduidelijk. Ik begreep het niet helemaal. Ik ben ook zo subtiel. En toen dacht ik, ik check het even. Het was ook heel erg subtiel als het wel zo was. Precies. Maar als het zo is, dan wil ik heel graag langskomen. Kijk, dat is leuk. Gelukkig heeft ze het dus begrepen. En dat klopt ook wel. Ik ben een subtiele man. Ik probeer altijd zo van... Je moet niet in één keer weten wat ik bedoel, weet je wel. Want wat is daar nou leuk aan? Maar gelukkig heeft ze het begrepen. En hebben wij dus samen een soort van gesprekje gepland. Ergens in eind oktober, geloof ik. Ja, dus dat duurt nog wel even. Ga ook de Sterrensteen 1 en 2 alvast lezen. Dan komt het helemaal goed, want dan ben je helemaal bij je en dan komt alles goed. Weet je, en dan gaan we het er lekker over hebben. Stuur dan TZT je vragen op en al dat soort dingen meer. En dan hebben we een heel mooi fijn gesprekje. Ik kreeg ook nog, naar aanleiding van het soort van gesprekje van vorige keer, die ik met Tamar had over wat is nou eigenlijk fantasy. Toen kreeg ik een heel lief bericht van Siem. En Siem is blijkbaar een luisteraar en hij is 13. En dat is. En dan ik kreeg eens een bericht van. En dan. Nou, dan wordt mijn hart verwarmd. En. Dat wilde ik even voorlezen. Ik heb niet aan Siem gevraagd of dat mocht. Maar ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Want daarna komt er ook nog een leuke shout-out. En zo. Nou, ik zat even voorlezen. Zet ik het muziek iets harder? Hoi. Ik wil even laten weten dat ik ontzettend heb genoten van de nieuwe podcastaflevering. Een soort van gesprekkie. Ik ben zelf ook een fantasy-liefhebber. Urban high of een combinatie van science fiction en fantasy. Het maakt mij allemaal niet uit. Ik hoop dat u nog meer soort van gesprekkies gaat voeren. Groetjes, Siem. Haakje openen, degene die de hele aflevering heeft geluisterd. Smiley face, lachende traantjes. Haakje sluiten. Oh, dit is toch... Dat is toch lief? Dat vind ik toch leuk? En dat is dan... Nou, daar word ik echt hartstikke blij van. En weet je wat nou het allerleukste is? Siem, die heeft dus zelf ook een podcast. Die hebben nu hij heeft 2 afleveringen online staan. Samen met Tessa en Justin... heeft hij de eerste 2 boeken van Robin Hood gerecenseerd. Tenminste, de adaptatie, een moderne versie daarvan, uitgegeven door Billy Bones. En die podcast heet Billy Bones Boekencast. Dan moet je gewoon luisteren, want het is hartstikke leuk. En het zijn hele jonge mensen, 12, 13, 14 jaar, die praten over boeken. Dat is ook toch helemaal leuk. Ik ben volwassen en ik praat ook over kinderboeken. Is dat raar? Nou, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. En zij vinden het ook hartstikke leuk, want zo klinkt het ook. Toevallig heb ik die boeken ook gelezen. En dan vraag ik me af, zal ik daar ook een soort van recensie de podcast van maken of niet? Nou ja, laat dat in ieder geval weten. Wij moeten snel door. Nee, we moeten helemaal niet snel. Ik moet helemaal niks. Als ik gewoon nog eventjes wil kletsen over van alles nog. Over het leven bijvoorbeeld. Of over treinen. Of over andere boeken. Dan mag ik dat zelf weten. Maar ja, ik heb eigenlijk ook wel zin om de soort van recensie van Reisbureau Wereldvreemd op de rand van de wereld te gaan doen. Dus, muziek uit. Hoppakee. Dan ga ik gewoon beginnen. Toch? Ja. Een soort van recensie. Komt-ie, hè? Reisbureau Wereldvreemd op de rand van de wereld. Ik weet het nog als de dag van gisteren. De cover van deel 1, Reisbureau Wereldvreemd, sprak me totaal niet aan en toch nam ik de gok. Dat zou jij ook moeten doen. Ik stapte in het grootste avontuur van mijn leven. Misschien overdrijf ik wel een beetje hoor, maar let maar niet op mij. Het grootste avontuur van het lezen van een boek waarvan je niet te veel verwachtingen hebt door de cover. Zo, toch gek hoeveel een boekcover met me doet. Ook weer niet gek. Ik ben namelijk nogal visueel ingesteld man. Maar na de laatste bladzijde wist ik het.
Dit is een serie die ik ga volgen. Dit is iets waarop ik wil wachten. Dit is een serie waar ik in het Engels mee doorga. Eindelijk, nee, niet eindelijk. Eigenlijk wist ik het al eerder hoor. Maar de laatste bladzijde, als je dat zegt, dat klinkt gewoon goed. Dat klinkt misschien wat epischer. Nou ja, epischer. Eigenlijk is de eerste bladzijde epischer. Als je na bladzijde 1 al weet, ja, dan. Maar goed, dat was even een side note. En je ziet de foto al. Huh? De foto? De cover is te gek. Dat zie je dus op mijn Instagram. @de.sebastiaan. Of op een website of wat dan ook. Dan zie je dat. Ik bestelde dit bij mijn nieuwe favoriete Engelse bookshop. Wonderland Bookshop. Want nu heb ik namelijk een persoonlijk gesigneerd exemplaar. En dat vind ik leuk. Nu ga ik lezen hoor. Nou, tot zo. Nadat Flik een lijpe nieuwe wereld instapte, zijn we een avontuur verder. Er komt een brief geadresseerd aan Jonathan met de mededeling dat er een wereld aan het vergaan is. Iedereen moet gered worden. Oh, drama. Het fijne is dat ik niet lang hoef te wachten tot het echt gaat beginnen. Geen lange inleidingen, geen lange hoofdstukken om de werelden te schetsen. Dat heb ik allemaal al gehad. Gewoon na 2 hoofdstukken, bam. Ik zit er weer helemaal in. Van Nederlands naar Engels overstappen is geen enkel probleem. Het is precies zoals ik me herinner. Maar als je denkt dat dit een verhaal is over daadwerkelijk een reisbureau, dat het grootste avontuur een reisje naar Nieuw-Zeeland boeken is, nou dan heb je het fout. Het is grootser dan dat. Veel en veel grootser. Een enorme mawa... Oh, ik struikelde helemaal over zo enthousiast. Een enorme magische wereld. Of werelden liggen aan mijn voeten. Ik ben blij dat ik deze serie ken. Ik hou van magische werelden. En jij ook. Tenzij je magie stom vindt natuurlijk. Dan vind je dit absoluut helemaal niks. Dan moet je het gewoon laten liggen. Echt waar. Ook als je een mens met watervrees bent, moet je vooral ver, ver, ver weg van dit boek blijven. Want L.D. Lapinski neemt je mee naar de zee. De ruimte. Naar piraten. Naar een platte wereld. Met een beetje een never-ending story-achtige premise. Stiekem is het ook een aanklacht tegen eerdere generaties en een voorspelling voor de komende. En I love it. Ik wil zoveel mogelijk in 1 keer lezen. En heb het zo snel mogelijk. En ik moet het ook zo snel mogelijk uit hebben. Dat is dus wel 5 maanden waard. En dat gaf ik het ook 5 maanden. Dit is echt superleuk. Slim. Dat is het. Heel slim. LD kan alles wat ze maar wil verzinnen en het klopt nog steeds. De meest bizarre werelden scheppen zonder dat dat raar aan gaat voelen. Ik wil meer van dit en dat krijg ik ook. Ik moet er alleen nog wel 1 jaar op wachten. En dat doe ik graag. Binnenkort komt ook deel 2 in het Nederlands uit. Begin gewoon snel in deel 1 en heb een super fun time. Hoppa! Ik zei het dus al. Binnenkort komt deel 2 uit. Op de rand van de wereld. In het Nederlands. Deze heette dus. Want de serie heette The Strange Worlds Travel Agency. En dit deel heette The Edge of the Ocean. En het Nederlands heet dus Op de rand van de wereld. Reisbureau Wereldvreemd. Dit is een soort van recensie, schreef ik een tijdje toen ik nog een beetje gebonden was aan de tekens van Instagram. Dus die is wat korter, dus nu heb ik meer ruimte om te praten. Wat heel tof is in deel 1, L.D. Lapinski is heeft een karakter erin geschreven die ze met hen hun aanduidt. Nou, dat had ik dus helemaal niet door in deel 1. Het is eigenlijk ook maar best wel kort. En er staat een kleine voetnoot bij. Maar dat had ik dus helemaal niet door. Ik zat er helemaal in en ik vond het helemaal leuk. En ik vond het helemaal niet raar of wat. Dit is heel, heel natuurlijk, toch? Ja, en hoe vaker we dat in boeken tegenkomen. Dus de hun aanduiding. Dan wordt het steeds minder raar, toch? Denk ik, ja. Dan neem ik aan van wel. Moet ik het nog even hebben over deel 3? Ja, hè? Want hier achterin, in de Engelse versie, trouwens, die cover die is echt helemaal te gek. Want je ziet Flik met haar koffer bij een piratenschip
Of nou ja, bij een schip op de zee. En dan komen er allemaal tentakels uit. En dan zwoept ze met een touw zwoept ze over de zee. Dat ziet er allemaal helemaal te gek uit. Ik vind dus de Nederlandse cover niet zo. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Wat erin staat is belangrijk. En deel 3. Coming soon. Book 3 in the Strange Worlds Travel Agency series. Ze heeft het eigenlijk... Oh, dat had ik op moeten zoeken even. Ze heeft het ergens gezegd. Hoe die gaat heten. Maar... Maakt het uit? Nee, maakt niks uit. Gewoon gaan lezen en dan komt alles goed. Zo. Ik ga nog een stukje voorlezen, geheel spoilervrij. Dus je hoeft niet deel 1 gelezen te hebben. Ik lees namelijk het proloog. Het proloog voor van de rand, op de rand van de wereld. Zul ik daar gewoon beginnen? Ja, ik ga het gewoon doen. En daarna komt er nog een stappenplannetje. Komt ie, hè? De mensen noemden ze piraten. En de zeelui uit de wereld van de Breek droegen die namen met trots. Want hoe zou je jezelf anders moeten noemen als je op een schip woont en een leven vol schobbejakkerij en schavuitenstreken leidt? In elk geval zagen ze er allemaal zo uit. En de piraten die Mes Shaban als kapitein hadden, liepen er zeker niet steloos bij. Ze maakten iets sierlijks van de spullen die ze zo hard nodig hadden. Hun kunstbenen waren versierd met fijne, in het hout uitgesneden golfjes. Hun ooglapjes waren gemaakt van zacht leer met het scheepswapen erop geborduurd. Voor de holte waarin vroeger haar linker oog had gezeten, droeg kapitein Mes zelf een ooglapje met een wolk van blauwe stippen erop. Dat was ter ere van haar vlaggenschip de Monnikskap, die naar de giftige blauwe bloem was genoemd. Die avond was Mes verdiept in een kaart die voor haar lag. Ze had al een tijdje niet op de klok in haar hut gekeken. Klokken waren erg belangrijk in de Breek, omdat je nooit wist wanneer de zon op of onder zou gaan. Mes had het grootste deel van de dag over een grote stapel zee- en landkaarten gebogen gezeten. Haar half opgegeten maaltijd was uren geleden onder uitgerolde vellen bedolven geraakt. Mes streek over de kaart. Die was rond. Ingekleurd in levendige kleuren en afgewerkt met vernis. Het glanzende oppervlak zat vol barstjes. Het was een kaart van haar hele wereld. De wereld van de Breek. Er werd op de deur van haar hut geklopt. Ja, zei ze zonder op te kijken. Kapitein! Jeremy, de tweede officier, stak zijn hoofd om de deur. Het wordt al donker en er is nog steeds geen spoor van de waterkers. Hij worstelde even met het gewicht van zijn woorden voor hij sprak. Dat schip is weg, kapitein. Mes keek op van haar kaart. Heel even stond er bezorgdheid in haar oog. Toen verdween die en was haar blik weer even ondoorgrondelijk en koel als altijd. Laat de matrozen de luiken schalmen en wat eten. Als ze het schip in het licht niet kunnen vinden, betwijfel ik het of het in het donker lukt. Jeremy knikte en ging weg. Mes leunde achterover en verschoof een van de pinnen op haar kaart. Midden in de grotendeels blauwe wereld lag een bruin eiland in de vorm van een opengescheurd brood. De Breek. Het grootste eiland in deze wateren, het eiland waar Mes wereld naar was vernoemd. Er lag nog een handjevol andere eilanden in het blauw. Maar die waren lang niet zo groot als de Breek. Een matroos zou meer dan een dag nodig hebben om van de ene naar de andere kant te lopen. Er was geen tijd. Toen Mens jonger was, dat de kaart waarnaar ze keek twee keer zo groot was. Er was een tijd toen Mens jonger was, dat de kaart waarnaar ze keek twee keer zo groot was. In de loop van de jaren was de kaart bijgesneden, aangepast aan de steeds kleiner wordende zee. Het gebeurde nu al zo lang dat Mes zich niet kon herinneren wanneer de kaart voor het laatst een maand hetzelfde was gebleven. Mes Shaban haalde een dun mes uit de verzameling aan haar riem. Ze stak het snel in de rand van de kaart en trok het om de rand. Om de rand van de ronde kaart heen. Ze sneed een reepje zo breed als haar duimnagel af. Daarna raapte ze de kaartslierten op, verfrommelde hem en gooide hem in de prullenbak. De wereld krimpt, zei ze tegen niemand.
Toen haalde ze een dik vel gerecycled papier en een schrijfset tevoorschijn. Ze moest een brief schrijven. Nee, geen brief. Een oproep. En dat is dus het proloog van Op de Rand van de Wereld van deel 2. Ja, ik word hier dus gelijk weer... Ik denk, ik heb hier gelijk zin om nog een keer te lezen. In een Nederlandse... Omdat ik merkte van... Oh, dit heeft echt zo hetzelfde gevoel als het Engels. Het is echt een hele... Ik vind het een hele fijne vertaling. En ik zeg tegen jou, als je dit hoort... Ga dit ook gewoon lezen. Want Eldie Lapinski, die heeft echt een te gekke serie. Ik vind het... Niet alle magische werelden zijn... zijn even leuk. Of geslaagd, weet je. Dat ze zeggen, oh, dit is echt voor de fans van Harry Potter. Of voor de fans van Nevermore. En dan ga je lezen en denk je, ja, dag. Maar dit vind ik echt helemaal te gek. Dus misschien jij ook, hè? Als je, ja. ondertussen zit je ze af te vragen. Nou, waar komt dan die stap? Die... Dup, dat stappenplan, hè? Wanneer komt die nou? Want je bent helemaal aan het brabbelen en ik snap er helemaal niks van. En je struikelt over je woorden. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Want dit is een stappenplan voor het volgende. Eventjes een ander muziekje. Zo. Stel je nou voor. Je hebt deze podcast geluisterd. En je denkt, oh nee! Ik heb ook... dit boek nodig. Ik wil dit ook lezen allemaal. En ik heb deel 1 nog niet eens gelezen. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Nou, dan zeg ik tegen jou het volgende. Stap 1. Luister deze podcast. Nou, die heb je helemaal volbracht. Zometeen dan. Niet als je nu op stop drukt, heb je hem niet meer volbracht. Omdat je dan het stappenplan niet hebt. Oké, stap 1. Luister deze stappen... Tjonge, jongen. Stap 1, luister deze podcast. Zo. Stap 2, pre-order deel 2. Ga gewoon nu meteen naar een of andere website of naar je boekenwinkel en zegt, ik wil op de rand van de wereld hebben, reisbureau wereldvreemd. En dan kom ik die volgende week ophalen. Zo. Stap 3, regel deel 1. Dus als je toch al op die website zit van die kinderboekenwinkel... of je bent al in de winkel, zeg... Oh, ik neem gelijk deel 1 mee. Hoppakee. Stap 4. Lees deel 1 voor de 31ste augustus uit. Want dan komt zeg maar deel 2 bij je terecht. En dan ben je bij stap 5. Lees deel 2. En dan, ja, wat dan? Dan ben je bij stap 6. En wat is er bij stap 6? Nou ja, wacht tot deel 3 uitkomt. Ja, en ik kan je vertellen, dat duurt nog wel even. Volgend jaar komt hij uit. Ik ga verder in het Engels, dus ik heb geluk. Want ik heb hem al gepre-orderd. En dan krijg ik weer zo'n leuke gesigneerd door Eldie Lapinski. En dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Hè? Dan, op de een of andere manier vind ik dat dan wel weer grappig. Weet je? Maar goed, geeft helemaal niks. En anders, ik hoop dat het een beetje succes wordt, zodat ze ook deel 3 door de Fontein vertaald gaat worden en uitgebracht. Want het is echt superleuk. Zo, nou, dus je weet het. Gewoon al die boeken bestellen, gaan lezen en alles komt goed. En dan zeg ik tot ziens en tot de volgende keer. Heb je nou zoiets van... Ik heb een idee voor een boek of ik wil een keer met je praten of ik wil je graag sterren geven. Nou, doe dat in je podcast app of wat dan ook. Of laat een berichtje achter op mijn website of op mijn Instagram. @de.sebastiaan of desebastiaan.nl. Neem gewoon contact met me op als je dit bijvoorbeeld leuk vond. Want ik vond zo'n berichtje van Siem vond ik dus hartstikke... Oh. Oeps, vond ik dus hartstikke leuk. En ik vind dat ook hartstikke gezellig. En misschien is het wel een keer leuk om... ineens kreeg ik weer een idee. Als jij nou ook een idee hebt, laat het me weten. En vertel tegen al je vrienden dat ik dit doe. Want is dit alleen leuk voor... Ja, weet ik eigenlijk. Is het alleen leuk voor kinderboekenlezers? Of is het ook gezellig gewoon als je... Gewoon even gezellig.
Weet je wel? Want ik probeer het een beetje gezellig te maken. Maar ik weet ook niet of het nou echt gezellig is. Misschien had ik er een kopje thee bij moeten hebben. Weet je? Dan doen we allemaal een kopje thee zetten. En dan drinken we allemaal een kopje thee. Of limonade. Ik drink liever limonade eigenlijk. Van die Carvacevitan, weet je. Dit is geen reclame, maar... En ik drink alleen aardbei. Nou, weet je dat ook weer? Ik heb echt een hele berg met limonade. Siroop. Want ik was laatst ergens bij de kruidvat. Echt zo, huh? Kruidvat? Waarom ben je bij kruidvat? Nou ja, ik moest iets hebben. Dat heb je soms als je dan bij de kruidvat staat. En er stond, hadden ze in de reclame... 5 bussen voor 10 euro. Nou, dat kan ik dan niet laten staan. Dus dan heb ik... een hele hoop... limonade siroop. Maar ja, dat vind ik ook super lekker, want dat drink ik de hele dag. Nou, weet je dat ook weer? Tot de volgende keer. Ik zeg... wat zeg ik? Doei! Een soort van recensie!